Nou. Nou, al dat geouwehoer. Ben ik gisteren dan overstag gegaan. Iedereen liep maar aan mijn kop te zaken. Ja, en wat is je Insta? Je moet Insta nemen. Neem je Insta, man. Dat is helemaal tof. Je moet een beetje met je tijd mee. YouTube, Insta is de nieuwe shit, man. Ik bij mezelf, ja, wat is dat dan? Wat is dat voor iets bijzonders, dacht ik, dat Insta. Nou, dat is dan Instagram. En daar kun je foto's op zetten. En filmpjes. Ja. Dus, ja. En dan kan je dan... kan je dan liken en... mensen kunnen er comments onder zetten. En nou ja, dan gaat echt een wereld voor je open, man. Als je dat hebt. Dus ik ben echt onwijs blij dat ik dat nu heb, denk ik. Maar goed, ja, maar ja, om dan toch een onderscheid te maken, weet je, Instagram is dan sorry, Insta, dat klinkt natuurlijk vele malen toffer en hipper. En als ik iets ben, dan is het wel tof en hip. Top en hip. Nee. Ja. Instagram is dus mijn nieuwe liefde, weet je wel. En YouTube wordt dan een beetje mijn ondergeschoven kindje, denk ik. Dus wat ik ga doen, ik ga alle topcontent. Die zet ik op Insta. Gram. Instagram. En een beetje de random shit. Die bewaar ik dan voor YouTube. Dus. En de klassiekers. Die zet ik dan op YouTube. Nee, op de Instagram. En foto's. Was dat? Die. En op Facebook zet ik dan Instagram. En daar maak ik YouTube-filmpjes van. En die zet ik dan onder klassiekers op de Instagram. Insta. En daar maak ik dan een video van. En die noem ik dan Insta-video's. En dat is echt topcontent. Dus jongens, wees snel bij. Het is trouwens, mijn Insta-naam is Double V Incest. Niet te verwarren met Double V Incest. Ik denk dat je dan heel ergens anders terechtkomt. Of Vincens. Double V Incest of Vincens.